Op donderdag 10 mei 1951, dezelfde dag dat bekend werd dat Eindhoven de tweede technische hogeschool van Nederland zou krijgen, was het zover. Vogel- en dierenpark Animali werd geopend. Oorspronkelijk was Animali de naam van een vogel- en dierengroothandel aan de Korvelseweg in Tilburg. Deze groothandel was eigendom van Harry van Dijk die, nadat hij samen met zijn vrouw naar Eindhoven verhuisde, het dierenpark begon. In het park waren tientallen soorten exotische vogels te bewonderen. En ook waren er apen, kangoeroes en een periode zelfs leeuwen. Animali was niet alleen een dierentuin. Voor jong en oud was er de hele dag volop te doen. Er was een café-restaurant, een grote speeltuin en een kinderboerderij. Een bezoek aan Animali was een heus dagje uit. Harry van Dijk kreeg in 1961 een hartaanval, waardoor hij het park niet meer kon runnen. Piet van Diesen nam het stokje van hem over en Animali beleefde in de jaren 60 en 70 een hoogtepunt. Vanaf de jaren 80 kreeg het park het zwaar te voortduren door onder andere concurrentie van andere pretparken. In 1994 was het voorbij. Na het zomerseizoen werd het park voorgoed gesloten.